Hoi allemaal en welkom bij Fem. In de video van vandaag ga ik het met jullie hebben over mijn budget holy grails. Dus mijn favoriete budget make-up producten. Ik heb hier een aantal make-upjes liggen die ik graag aan jullie in deze video wil laten zien. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel erg veel plezier. Wat voor de een budget is, is voor de ander dan weer net iets te duur. Dus kijk, ik vind het moeilijk om budget echt budget te noemen. Want het blijft allemaal voor jongere meiden vooral best wel duur. Dit zijn voor mij toch wel de merken en producten en prijzen die ik budget vind. Maar als jij bijvoorbeeld action make-up rond de 1 euro budget vindt, dan is dat natuurlijk aan jou. Maar ik laat jullie in ieder geval mijn favoriete budget spulletjes zien. Dus de producten die ik gewoon echt budgetproof vind, maar ook gewoon gelijk goed vind. Dus echt waar voor zijn geld. Ik begin bij de lipsticks die ik wil laten zien vandaag aan jullie. En dit zijn mijn drie favoriete lipproducten eigenlijk. Want ik heb hier twee lipsticks en één lipgloss. En ik begin allereerst bij deze van NYX. Ik denk dat jullie deze al heel erg vaak voorbij hebben zien komen in mijn video's. Op dit kanaal of op mijn persoonlijke kanaal. En dan heb ik het over de NYX Matte Lipstick in de kleur Shocking Pink. En dit is in principe niet echt een herfstkleurtje. Tenminste, je kan het nu nog wel dragen als je bijvoorbeeld een avondje gaat stappen. Maar dan is dit echt gewoon de perfecte Shocking Pink lipstick. Gewoon echt. Hij is mooi mat en ik hou echt van matte lipsticks. En dat is deze zeker. En de kleur is gewoon heel erg mooi, opvallend roze. En ja, dit vind ik gewoon heel erg tof om te dragen. En vooral tijdens een feestje of een speciale gelegenheid draag ik dit maar al te graag. En deze kost ook rond de 6 euro. Dus dat is ja, helemaal niet duur voor zo'n goede lipstick die te vergelijken is met MAC lipsticks. Dus dat is zeker een favoriete lipproduct van mij. En dan nog een lipstick. Deze is van Essence. En Essence is dan wel weer een stuk goedkoper dan NYX. Ik zal zeggen een paar eurotjes. Dan hebben we het over 3 à 4 euro. Deze lipstick. Dit is de, even kijken, Dare to be Nude 05. En dit is zeg maar met die zwarte huls. Ik weet niet of deze nu nog wel of niet in het vaste assortiment van Essence ligt. Als je dat weet, laat dan even achter in de comments. Want dat is voor anderen misschien wel handig om te weten. Ik heb deze in verschillende kleuren. Maar dit is toch wel mijn favoriete nude kleurtje. Ik heb hem ook in het rood. En ik heb nog een andere tint. Een beetje koraalkleur. Maar mijn favoriet is echt deze daarvan. Dus zeker een aanrader. Laten we verder gaan met mijn favoriete lipgloss. En deze heb ik nog niet zo heel erg lang. Ik heb hem gescoord in Lille toen ik in Frankrijk was. Dat is een paar weken geleden. En toen kwam ik in de Kiko winkel voor het eerst dat ik echt in de Kiko winkel was. En toen zag ik deze van het merk Kiko zelf dus. En dit is een nude lipgloss. En deze heet de Extra Volume Lipgloss Plumping and Moisturizing Action. En dit is een hele fijne lipgloss. Wat mij vooral opvalt hieraan is dat de kleur heel erg mooi is. Hij is mooi nude, maar hij heeft toch wel een beetje een mooi glansje. En het ziet er gewoon heel erg natuurlijk uit als je hem aanbrengt op de lippen. De lipgloss plakt ook niet heel erg. Het is dus niet alsof je lijm op je lippen hebt aangebracht. En hij blijft ook redelijk lang zitten. En dat voor rond de 3 euro geloof ik. Kiko, 3 of 4 euro. Hij was echt niet duurder dan dat in ieder geval. Hele fijne lipgloss. Dus ik heb zeker geen spijt dat ik die heb meegenomen toen ik in Frankrijk was. Dan ga ik nog even door met het merk Kiko. Want ik heb namelijk ook een tijdje geleden alweer van Sharon van Femme ook. Heb ik deze Kiko highlighter gekregen. En die had ze toen meegenomen uit het vakantieland waar ze toen naartoe was geweest. En echt sinds dag 1 ben ik gewoon helemaal weg van deze highlighter. Dit is de Kiko Dazzling Highlighter. En dit is een creamy textuur highlighter. Dus die kun je aanbrengen op de jukbeenderen voor een extra beetje glans. En je kunt hem ook op andere plekjes aanbrengen dat je gewoon mooi gehighlight bent. En deze was rond de 3 euro, zei ze, of misschien zelfs goedkoper. Als ik weer in een Kiko winkel kom, neem ik gelijk deze weer mee. Want ik moet gewoon even een backup hebben. Dit is echt een hele mooie highlighter. Heel subtiel ziet hij eruit, heel natuurlijk. En ja, de textuur ervan is gewoon heel erg fijn. Waardoor het heel ja, mooi geblend kan worden in de huid. En dat het gewoon heel natural uitziet. Dus dit is echt een hele fijne highlighter. Ja, voor zo'n klein prijsje kan ik deze echt iedereen aanbevelen. Een favoriete budget mascara. Die ook voor mij afgelopen week echt een holy grail is. En dat is deze van Essence. Het is de I Love Extreme Mascara. Dit is de Crazy Volume Mascara. En dit is met een roze huls. En die heeft een beetje een hard rubber borsteltje. Die best wel groot en dik is. Maar wat ik fijn vind aan deze mascara is dat hij de wimpers goed separeert. En mooi vol en zwart maakt. Het enige nadeel dan wel van deze mascara vind ik dat hij aan het einde van de dag een beetje onder de ogen gaat zitten. Echt heel minimaal. Maar voor zo'n budget mascara vind ik het vooral heel fijn dat hij echt doet wat een mascara hoort te doen. En dat is dus mooie volle en lange wimpers creëren zonder te klonten. En ik vind over het algemeen zulke kwastjes sowieso heel erg fijn. Ik bedoel,
ja, rubberen borsteltjes. Die werken gewoon heel erg prettig. En het maakt gewoon de wimpers mooi lang en vol. Zonder dat ze gaan klonteren. Want dat heb je met die andere borsteltjes vaak wel. Maar deze is echt heel erg fijn. Dus het is zeker een favoriete mascara van mij op dit moment. En eventjes overstappen naar een heel ander merk. En dat is het merk Sleek. En ik denk dat jullie Sleek wel kennen. Sleek make-up is sinds kort geloof ik ook verkrijgbaar bij de V&D. En Sleek make-up is online ook verkrijgbaar. En daar heb ik het eigenlijk altijd gekocht. En ik heb deze van Sleek, de nude blush, die ik graag aan jullie wil laten zien. En deze heb ik al denk ik 2 jaar. Toen die uit was gekomen had ik hem al vrij snel. Want ik was zo blown away door die kleur. Het is echt een perfecte nude kleur die je gewoon... Ja, een beetje peachy toon heeft het, een beetje een warme kleur. Maar die is zo mooi op de wangen. Als je het eenmaal hebt aangebracht, lijkt het gewoon alsof je zelf een beetje gebruind bent. Maar dat je toch wel een gezond blosje op je wangen hebt ook. Gewoon, ja, een hele subtiele kleur is dit. Ik draag deze heel erg graag op de dagen dat ik gewoon minimale make-up wil op hebben. En op de dagen dat ik gewoon voor een natuurlijke look ga, maar dan bijvoorbeeld wel wat meer aan mijn lippen doe of aan mijn ogen. Dan is dit echt gewoon de perfecte blush. Dus die kan ik ook iedereen aanbevelen. Het is een hele mooie kleur. Die staat bijna bij iedereen wel goed. En vooral bij de wat lichtere huidjes vind ik het heel erg mooi staan, deze blush. En hij bevat geen shimmer, dus hij is gewoon helemaal mat. Dus daarom oogt het ook net wat natuurlijker, vind ik. Voor weinig geld ook, dus ja. Mijn Sleek blush. Dan heb ik hier nog een favoriete blush. En deze van het merk W7. En als jullie mijn vorige video hebben bekeken, hebben jullie ook het W7 in de nude palet gezien. W7 is een merk wat online verkrijgbaar is. Maar ook in sommige op-is-op winkels. Ik weet niet of je dat kent. Maar daar verkopen ze dit merk ook. En ook in drogisterijen zoals die van Amsterdam Leidse Straat. Weet ik dus uit mijn hoofd dat ze daar deze producten verkopen van W7. En W7 is een merk dat gewoon ongeveer essence prijsklasse heeft. En ze hebben hele fijne productjes van palettes tot blushes, lipgloss, nagellakjes, noem maar op. En dit is de afgelopen tijd wel een hele favoriete blush van mij geweest. En nu zou je denken, ja, de herfst komt eraan, dan draag je toch eigenlijk niet meer die felroze tinten. Maar eerlijk is eerlijk, als ik deze aanbreng op mijn wangen ziet het er heel natuurlijk uit. En ik vind roze blushes sowieso heel erg tof. Vooral tijdens de zomer heb ik het heel erg graag gedragen. Maar ook nu kan ik het nog steeds dragen. En ja, deze is gewoon heel erg goed gepigmenteerd. Hij blijft goed lang zitten op de wangen. En hij is helemaal niet duur. Dus dat is zeker een pluspunt. Dan heb ik hier tot slot nog een favoriete foundation. En dat is deze van Ice Lips Face. En ik heb deze al... Nu heb ik deze pas weer opnieuw besteld. In 2 tinten. Maar ik had hem ook vorig jaar en het jaar daarvoor heel graag gebruikt. Wat ik hier fijn aan vind is dat hij een hele mooie finish heeft. Ik heb hem nu ook op. Hij ziet er natuurlijk uit, maar hij geeft ook gewoon goede dekking. Dus je imperfecties worden wel verborgen door deze foundation. En ze hebben heel veel verschillende kleuren, maar dit is gewoon voor mij de perfecte tint. En dat is in de kleur Sand. Dus dat is, ja, Sand heet hij. En dat is een hele natuurlijke kleur. Voor mijn huidskleur is deze gewoon echt perfect. De ondertoon is echt gewoon het beste wat ik ooit heb gehad. Hij matcht perfect bij mijn hals, bij de rest van mijn lichaam. Dit is gewoon voor mij de perfecte foundation. Foundations zijn ook heel erg betaalbaar. Een beetje Catrice, Essence klasse ook weer. En de verpakking ziet er ook heel erg luxe uit. Het heeft ook gewoon een pompje, zoals je kunt zien. Dus je kunt het gewoon uitpompen. En ja, het voelt gewoon heel stevig aan, alsof je een Chanel foundation in je hand hebt. Maar dan dus een budget foundation. Echt een heel fijn product vind ik dit. En dan was dat weer het laatste product wat ik aan jullie wilde laten zien. Dit zijn mijn favoriete, echt dan ook Holy Grail budget producten. Dus de producten waar ik steeds meer gek op ben. Maar ook producten waar ik dus steeds weer bij terug ben gekomen. Dus die ik al langer gebruik en ook steeds weer opnieuw heb aangeschaft. Ik hoop dat alles nog in het assortiment te vinden is van bijvoorbeeld Essence die ik net liet zien. Als je dat weet, laat het dan vooral even achter in de comments zoals ik net ook al zei. Want de anderen die deze video bekijken hebben daar misschien wel wat aan. Als ze zich dat afvragen, dan kunnen ze dat terugvinden in de comments. Ik weet het nu niet op dit moment, maar als jullie hem tegenkomen, laat het even weten. Laat ook jouw favoriete Holy Grail budget product achter in de comments, want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. En heel erg bedankt voor het kijken weer en hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg! En deze kleuren zitten erin verwerkt. Is het palet in de kleur Dark en dan is het het 11 blush palet.